De Rotterdamse Skyline is een nieuw icoonrijker. BAM Bouw en Techniek heeft op het Rotterdamse scheepvaartkwartier de Zalmhaven laten verrijzen. Eén woontoren van 215 meter, geflankeerd door twee woongebouwen van 70 meter hoog, maakt de Zalmhaven de hoogste woontoren van de Benelux. De Zalmhaven 1 is veilig en efficiënt gebouwd met behulp van een hijsloods. Een volledig geconditioneerde en ingerichte bouwplaats van 2475 vierkante meter werkoppervlak dat na het voltooien van een etage omhoog gevijzeld wordt, tot aan de kroon van het gebouw. Maar deze laatste drie lagen, waarin technische installaties zijn gehuisvest, hebben een kleinere afmeting dan de onderliggende lagen. Nu hebben we cabriofase omdat het gebouw dat is wat kleiner geworden. De hijsloods kan niet meer verder doorklimmen, staat nu in zijn maximale stand. Wat hebben we gedaan? We hebben het dak van de hijsloods opengemaakt. Nog steeds zo gehouden dat hij sterk genoeg is om te kunnen hijsen. En dat we nog steeds enigszins uit de weersomstandigheden staan. Een stukje opgevijzeld, dat is eigenlijk de truc die we hier doen. Daarmee bouwen we eigenlijk een verdieping omhoog. Eerst de staalconstructie, de betonvloer, de gevel eromheen. En vervolgens duwen we het doosje omhoog. Nog twee keer en dan is het klaar. Het is gaaf geweest om vanaf het begin af aan betrokken te zijn geweest. 2017 begon natuurlijk met het slopen van het pand. Fundering maken en heel die toren mogen optrekken, waarbij ik zelf druk betrokken ben geweest bij de ruwbouw, bij alles wat hier in de hijsloods is gebeurd. En nu letterlijk de kroon op het werk te mogen realiseren is heel gaaf. Omgekeerd bouwen en een hijsloods die van een gesloten, geconditioneerde bouwplaats getransformeerd wordt tot een open fabriek in cabrio-modus. Het klinkt allemaal zo eenvoudig, maar onderschat de mate van technical engineering dat hierbij komt kijken niet. In een tijdsbestek van 6 weken zijn de bovenste lagen van de Zalmhaven 1 gebouwd. Stukje bij beetje verrees de kroon uit de hijsloods en kreeg het gebouw haar uiteindelijke koninklijke vorm. De Zalmhaven is gebouwd in druk randstedelijk gebied, in een historische wijk met slechts één smalle toevoerweg. Er is gebouwd op een relatief kleine bouwplaats dat niet veel ruimte bood voor opslag en goed rekening te houden had met haar omgeving. We hebben gekeken door gewoon simpelweg de materialisatie in kaart te brengen. Dus we hebben gekeken van wat komt er, wanneer komt het en in welke kwantiteit komt het. En daarin hebben we gekeken van hoe kunnen we dat optimaliseren. Dat hebben we niet alleen gedaan, we hebben ook gekeken hoe we de afbouw zelf hebben kunnen regelen. Door in plaats van onze partners en mede samenwerkende partijen niet zelf de spullen naar boven hebben te laten brengen, maar dat hebben we dus vervolgens zelf gedaan. Met de logistiek hebben we gebruik gemaakt van een hub, hier net buiten de stad gelegen. En die hub die had meerdere doelen. Eén doel daarvan was om middelen te consolideren, zodat er geen losse ritjes als het ware hier naar de bouwplaats kwamen. Maar ook omdat wij de transport die wij sowieso naar de bouwplaats lieten komen, dat wij die tijdig hier konden ontvangen. Dus als het ware als een bufferplek. En die hub die heeft ervoor gezorgd dat wij hier op de bouwplaats, maar ook daaromheen, een grote reductie in het aantal ritten hebben kunnen bewerkstelligen. Dit project heeft wel echt heel veel voor mij betekent in de zin dat ik ontzettend veel geleerd heb, veel ervaring heb opgedaan. Niet alleen over de bouw, maar ook over het zijn en werken in een binnenstad vol met mensen, vol met invloeden, vol met stakeholders. Dat het bij tijd en wijle erg druk kan zijn, maar dat het daardoor ook een heel erg leuke en ook leerzame omgeving is. Het is eind augustus 2021 als de Zalmhaven 1 haar hoogste punt heeft bereikt. Een mijlpaal in de geschiedenis van het gebouw dat op gepaste wijze wordt gevierd met DJ's en licht. In een tijdsbestek van 6 weken zakt de hijsloods gestaag langs het gebouw naar beneden. Bij dit proces wordt de finishing touch aan het gebouw gedaan en vindt een laatste inspectie van de gevel plaats. Na iets minder dan 2 jaar bescherming te hebben geboden tegen wind en regen, is de hijsloods weer terug op de plek waar het allemaal begon. Wat rest is het bouwen van de entree en de kantoorunits. Nou, we staan op het deel waar wij nu een aantal kantoren bouwen die straks als commerciële ruimte verhuurd kunnen worden. En die een onderdeel vormen van de Zalmhaven 1. Die kantoren hebben we bewust achterwege gelaten om met de hijsloods te kunnen bouwen. De aan- en afvoerzone in de hijsloods zat ter plaatse van het kantoor. We hebben de begane grondvloer daar vooruit voor versterkt en daar bouwen we nu het kantoor op. Dat is wel een fase die veel invloed heeft op de omgeving. We hebben tot nu toe met de hijsloods gebouwd en dat zorgt voor een hele beperkte invloed op de omgeving.
Nu is dat even intensiever. Het demonteren vergt nu maar toch inzet van mobiele kranen. Dat gaat een week of 6 tot 8 duren. Tegenover de bouwplaats woont Marion Fuzenek, beter bekend als Twitter-oma. Zij volgde de bouw op de voet en berichtte haar volgers met regelmaat. Hoe was het voor haar om zo'n project voor haar ogen te zien voltrekken? Nou, toen wij iets te horen kregen over het project Zalmhaven, was dat wel een beetje een schrik. Want bleek dat het hoog werd en groot. Maar deze hoogte hadden we echt nooit verwacht. Ik heb nog nooit zoveel op een balkon gehangen en gestaan om te kijken wat er allemaal gebeurt. Want het is gigantisch. Maar, ja, er is ook een maar. Ik ben wel heel veel uitzicht kwijt, want ik keek wel naar mooie luchten en ik zie nu alleen maar torens. Ik woon hier al 25 jaar, dus ik ga niet weg voor een paar flats die voor mijn neus zijn komen staan. Het is de omgeving en het wordt er mooier op, dat weet ik zeker. Ieder bouwproject kent zo haar risico's en krijgt te maken met onvoorziene omstandigheden. Maar wanneer de bouwtijd 3,5 jaar bedraagt en er in deze periode ook nog eens een pandemie uitbreekt, is er behoorlijk werk aan de winkel om het project goed op de rit te houden. En dat is gelukt. Predictable performance, dat is waar een projectontwikkelaar continu op vertrouwt en waarover projectdirecteur Bernd Schoenherr zich dagelijks heeft ontfermd. Nou, predictable performance is in bouwprojecten vrij simpel is dat we veilig werken. En dat we het project binnen budget, tijd en kwaliteit realiseren. En dat is eigenlijk wat wij altijd aan onze klanten en aandeelhouders beloven. De impact van corona was groot, omdat we eigenlijk met z'n allen op dat moment niet wisten wat houdt dat in. Gaat het over een week, gaat het over 2 weken? Kunnen we mogen nog werken? Krijgen we nog de materialen? En waar ik hartstikke trots ben, en dat zag je ook bij COVID, is waar je eigenlijk eens volledig verrassend is hoe de inzet van mensen, leveranciers en ondernemers, hoe die dan meegaan en meedenken, meehelpen en hun uiterste best doen om de planning te halen. En dat zie je dat bouwen aan projecten teamwork is. En dat doe je niet alleen, dat doe je altijd samen.